This video is powered by the following sponsors. Hallo allemaal, dit is Sohamari, Combat Point. Naast me staat Yassin Baitar, Mr. Hollywood. Het was een zware partij tegen Joyner Risco, hè? Ja, zeker. Het ging op en neer. Maar ik heb ook een gameplan gehad voor deze wedstrijd. Ik was heel de tijd aan het werken op zijn been. En het is ook aardig gelukt. Dus ik ben er wel blij mee. Ja, dat snap ik. Het publiek dacht er anders over. Die dacht dat Joyner gewonnen had. De jury heeft anders beslist. Denk je dat het komt vanwege die effectieve low kicks die je hebt getoond tijdens deze partij? Ja, ik denk het sowieso. Hij heeft ook veel gewerkt op zijn lichaam. Maar ik denk vanwege de laatste ronde dat hij meer was aan het scoren. Heeft hij het publiek er anders over. Maar ik ben er echt blij om. Ik heb gewonnen. Ja, dat snap ik, dat snap ik. Je hebt een zware vorige partij achter de rug. Je hebt nu deze partij op je naam geschreven. Hey, hoe voel je je nu lichamelijk? Eerlijk gezegd, ik voel me lekker. Ik voel me al wel wat gerustgesteld. Nu ik deze match heb gewonnen. Dus we gaan nu op naar de volgende. En dat is Amon Jaraya. Dus ik plan er ook hard voor trainen. Dus het komt allemaal goed. Hey, als we naar de league kijken dan, en Mohamed Jaraya verliest vandaag, dan kun je nog zelfs nog boven Mohamed Jaraya uitkomen. En kun je in ieder geval een stevige positie verzilveren in de league. En dat je de volgende seizoen wel verder kan gaan. De volgende wedstrijd is dus 30 september bij de Antwerp Fight Organization in Antwerpen. Ja, jij bent waarschijnlijk sowieso voor het thuispubliek de grote favoriet. Voel je dat ook zo? Zeker en vast. Ik heb sowieso 5 of 6 man achter mij staan. Dus we gaan Mohamed Jaraya verslaan in Antwerpen. Oké dan. Nou, dat wordt een hele mooie. We zijn benieuwd wat hier gaat gebeuren. Het wordt onwijs spannend. Ik ben dol op de league. Het wordt echt een geweldig vechtsportfeestje in Antwerpen. Yassin, Mr. Hollywood Baitar, ik dank je weer voor de tijd. Jullie allemaal, volg Yassin Baitar, like zijn fanpage, like en deel deze video en abonneer je op ons kanaal. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens allemaal.